VVD Bloemendaal kan zich niet voorstellen dat er een weg aangelegd wordt door het bos. Dat hebben we altijd al gezegd. En we hebben ook afgelopen jaar geleerd dat eigenlijk de probleemstelling van de bereikbaarheid van deze regio niet opgelost moet worden door een weg hier door dit natuurgebied heen, maar door eigenlijk de zuidelijke ringweg van Haarlem aan te leggen. Daar staan we voor, daar zijn we mee bezig. Vogelzang Noordoost is het bloembollenveldgebied tussen Vogelzang en Bennebroek. Al jarenlang zijn initiatieven om dit gebied te gaan bebouwen. Daar zijn wij niet voor. Wij staan voor dat dit behouden blijft zoals het is. En u ziet waarom. Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Haringbuisterrein goedgekeurd. Het doel van de VVD daarbij was zo weinig mogelijk woning te bouwen, zoveel mogelijk groen te laten en ook de aanwonenden volledig ruimte te geven om mee te denken over het plan. Dat hebben de aanwonenden uitstekend gedaan. Er is een windmeer ontstaan en de aanwonenden kunnen zelf een stukje achtertuin erbij krijgen. Heel mooi plan, goed uitgevoerd door het college, goed overleg met de gemeenteraad. Het viaduct van Overveen. In de 60 jaar is dit gebouwd en als de gemeente Bloemendaal tot 200.000 gulden over had gehad, hadden we geen viaduct gehad, maar hadden we onder het maaiveld een tunnel gehad. Zonde dat we dat niet hebben gedaan. En zo is het ook met geld. Soms moet je investeren om later een goed plan te hebben en soms moet je gewoon nee zeggen. Die keuze die laten we bij de VVD. De VVD staat ervoor. Het zorgcentrum Oldehoven in Overveen gaat vernieuwd worden, althans dat is het plan van de eigenaar. Wij als VVD staan ervoor dat het zorgcentrum en de hoed die hieronder op de eerste opgaande grond is, dat die blijft bestaan. Andere partijen gaan discussie voeren over of hier nou wel sociale woningbouw bij moet. Als dat voor zorgt dat het zorgcentrum niet meer kan blijven, dan zijn wij voor zorg en niet voor sociale woningbouw. VVD Bloemendaal vindt sport erg belangrijk. Achter ons ziet hij veld 2 van de Bloemendaalse voetbalclub. Het veld is erg grauw en grijs en hoog is hier kunstgras nodig. Wij staan er voor een fonds dat daarvoor gaat zorgen. Samen met de voetballers van deze vereniging.